u die pas vandaag hebt gedeeld met het nieuw sociaal contract? Ik heb die brieven vorige week ontvangen. Omdat er vertrouwelijke informatie in stond, heb ik eerst contact moeten hebben met de griffier van de Tweede Kamer over hoe wordt met die informatie omgegaan. Dat is over het weekend gebeurd. En vandaag is die informatie gedeeld. Maar in tussentijd wordt door Pieter Omtzigt gesuggereerd dat in de tussentijd er over financiën is gesproken. En u dus over informatie beschikte dat dat gesprek wellicht een andere kant op moest gaan, maar dat u die niet gedeeld had. Nee, dat is niet zo. Dus Omtzigt ligt daar. Ik denk ook, en velen met mij, dat dit een smoes is omdat hij niet in een kabinet wil met Wilders. Omtzigt wil over links, met Timmermans. Maar ik heb zo'n vermoeden dat het volk dit nooit gaat pikken. En nieuwe verkiezingen, dat zou een monsterzegen van meer dan 50 zetels voor de PVV betekenen. Interessante tijden. Wat denken jullie? Wat gaat er gebeuren? Laat het me weten en like en deel dit filmpje.